Feike, ronde mis van de Ronde van Overijssel. Wat wil dat voor jou zeggen? Nou, goed. Ik ben natuurlijk mis Overijssel, dus ik weet wat een mis moet doen. Als ik denk aan een ronde mis, dan denk ik al gauw aan de Tour de France. En dan zie ik altijd die misjes die de prijzen uitreiken en de bloemetjes en de kusjes geven aan, aan de wielen, aan de wielrenners. En misschien mee in de koers, in een auto of iets, een beetje aanmoedigen. Oké. Nou ben jij zelf ook actief als sportster. Je hebt de triathlon van Holte onder meer gedaan. Dus jij kent een deel van het parcours en het proloogparcours. Hoe zwaar is de Holteberg? Ja, de Holteberg is zwaar. Hij is, er zitten natuurlijk een aantal gemene klimmetjes in. Ja. Zelf ben ik wat lichter, dus ik kan wat makkelijker tegen de 10% op bijvoorbeeld. Maar ja, je hebt ook vals plat. En ik kan absoluut niet vals plat fietsen. Ik vind de Holteberg wel heel leuk om te doen, omdat je, je gaat gewoon kapot in het klim. En het is gewoon een goede klim. En hij duurt wat langer. En het is natuurlijk ook een mooi uitzicht heb je. Alleen als ik denk aan deze renners, denk ik, die voor hun moet het niet zo moeilijk zijn. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik. Maar ja, zij fietsen natuurlijk ook veel harder dan mij. Hè? Zij, ja. Kijk, ze hadden net over 45 km per uur de berg op. Nou, volgens mij ga ik de berg af met 45 km per uur. Dus de Holteberg vind ik een mooi parcours.